Oh, een echte mooie dame. En dan krijgen we al lekkere spruitjes. En dan zei ze toe. Nou aan de bandjes in de kleren en dan maak je die nou een muziek, meid. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Wat voor dag is het, Juwet Hilda? Wat geven we aan? Wat geven we aan? Mooie wensen op mijn dag. Op mooie wensen, mij niet op die stille mij. Nou, dat. We gaan Juwet clipopnames doen. En Hilda en Mem gaan aan. Eerst in een hele mooie jurk, hè? Van de morgen is de clip van... Ja, het eigen wieste bandje van de vrouw, hè? Wij dat, het eigen wieste bandje van de vrouw. Ja. Ah! En van de midjaar hebben we nog een clipopname. En dat is mijn Lois en Famke. En dan geef mijn eigen wieste wiesmeidje, hè? Van de morgen het vestje heet lekker put, trouwens. Maar ze nemen het eigen wieste bandje, want het zit in de tekst. Maar van de morgen het vestje heet lekker put. En dan geven we in de griene klin. En we hier ook al je stoeltjes, hè? Hier met mooi verven. Stoeltjes en een tafeltje. En... Is het een rainbow voor de clip? Ja, je bent nog van alles. Je zit een rainbow voor de clip van Famidje. Eigenlijk alles wat in regenboogkleuren is, is van Famidje. En alles wat in green en wit is, dus die kleedjes en dit dingetje en dit al hier. Wauw, misschien alleen maar goud heel dag en blomkes. Is mooi, misschien. Dit is al je voor u zo'n clip aan zijn hey. Oh, zo mooi. Wauw. Dus ja, kleedje. En we hebben nog een heel grote matte, hè? Waar is die? Hier. Die is joekelgrut. En met mijn gitaar natuurlijk. Gitaar en make-up en hier spul. Hilde met aan een make-upjes op haar. Ik ben al vier in de kleed, maar alleen even verklaaien. Hilde haar hier hebben we body, maar een beetje make-up op. Hier is ik wel zin in. En dan, ja, zullen we aan eerst alles in de kleed zetten. En dan omtoveren in uw mooie jurken, Hilde, hè? Vanmiddag komen dus Lois en Famke van de tweede clip. En dan... ja, maar we dat wel je kleren zetten en omklaaien hier weer oors en oren klingen om. Maar ja, het is super mooi waar. Eerst toen we al aan de teaser de opnames, want toen werd het bar en bar en boos. Dus het is maar goed dat we het bij tafel naar deze vreter zetten. Ha, en jongens, het is prachtig. Is van jij wat, hoor? Vind je dat heel eng, Cars? Is dat net eng? Voelt je het een beetje eng? Oh. Ja, het is verkoosje, juist de laatste squalor in zaken. Het is juist verkoosje. Ja. Je vreten. Je juist is vreten. Ik doe maar lekker squalor naar je squalor. Omdat wie haast je juf en meester haar juist studie. Oeh, die ben er net vrij. Denk je er om zaken, dat is net vals? Die ben er net vrij. Nee. En wat hebben we juist er al je dieren op squalor? Vertel dat eens even. Eigenlijk wel heel diep. Een squalor zijn voor dromendier. Ja. Op een starremanen jadoeken. Ja. En En je wel wie voor het laatst, hè? Ja. Hoe lang jullie valley op die squallen zitten? 44 jaar. En ik zit nooit aan het eten. Net leuk, en dus de week als. Je hebt een patat eten op squallen. En je hebt een springkessen. En moest in een mooie jurk. Goh, en nou hebben we een verkoosje. Yay! En de verkoosje start bij mooi waar. Dus ik hoop dat dit zo bloeit. Dat we lekker prutte boeten wijzen kennen. Maar je hoort dus eerst de clipopnames van Tomke. Lekker pur en eigen wieswies. Ik begin al vast dat ik maar alles te eten shit. Dit wordt mijn spruitjespan. Dan zei ik, dan zei ze toe ba. Nou, dat is deze. Deze etensier ook nog een mooi meidje. En nog wat skaaltjes met fruit. Alles even mooi op meidje, zei ze maar. Nou, maar eens even zien hoe mooi het Ildo en ik de dieren hebben. Heel mooi. Nog even wat bestek erbij. Er zit nog een plakje oer. Is dat zo? Ja, zeker. Lopskep, lepel, varken, messen. Nou, dat is 100%. Wat zit hier? Heel lekker. Ja. Zit er wel heel lekker. Wat lekker. Lekker, lekker, lekker. Vind je dat ook lekker? Ja. Wat zei ze dan? Zei ze, dat zei ik. Komt mooi, zo'n fietsbroertje is echt net lekker. Maar toen in het vest gezeten, hè? Dan zei ik, vind ik, nou vies toe het? Pa. Is het toe de rek? Is het lekker om te eten?
Hij sliep hem maar. Ja, het idee wie dat er sliep, maar hij zei ik word het dekruim, mijn meidje. Ja, wil je wel even. En wat gebeurt hier dan? Dat is te mooi maken. Oh. Is dit een mooie roos? Ze met de kleren, nou, ik klaar me vast om en ik is toe aan de jurk gekomen. Nou jongens, we gaan zo klaar. Oh wow, oh wow. En mem, een beetje hetzelfde, hè? Beide met blompjes, hè? Met de chef. Chef, Famke, we hebben beide blompjes. Ja. Ja, passen we voor Bielke? Ja. Oh hè? Alleen. En Skontje, let in Skontje, die ben extra mooi. Prachtig. Mijn haar is binnen. Ik heb zo'n, hè? Mijn haar is binnen. Ik heb wel zo'n parelkettinkje. Goeie. Ja, mooi, hè? Nou, we zitten nog een beetje in dubio of we de opnames nou daarachter doen zullen of hier bij het wetter. Dus ik zal eens even je zien laten wat we van idee hebben. Het maakt nog wat onkleid, maar die schalen en pandjes en zo. En bestek. Maar het idee is een beetje een Engelse theetuin te creëren. Dat ik mijn Ildo daar eten ging, zeg maar. Dus we gaan nu dit hoekje. Op zich vind ik het wel mooi met het hekje op achtergrond en die bjemkes wat. Dus ik denk dat dit wel mooi is. Maar nou, dan matchen we mooi met dat wit en green. Oh, een echte mooie dame. Wat vies van u is itershoekje. Mooi. Mooi, hè? We gaan eens even zitten. Zullen we daar eens even zitten gaan, beide? Zo, dan zitten we hier mooi toch? Op ons mooie tafeltje en hoekje. Melodisch. En dan krijgen we al lekkere spruitjes. En dan zei ze toe. Yeah. En we hadden al lekker toetje, dat viel wel lekker hè? Die was last op. Wie moet goed? Ja, wie mag nog even zien? We zijn er nog net helemaal uit waar we het dwars zullen. Wat het mooiste is. Wat vind jij een mooi plakje? Bij die bjemkesoort. Bij de bjemkesoort? Dit is ook wel mooi, maar de grote vijver op achtergrond is ook wel heel mooi, hè? Ja. Aan het vest kunnen we nog even een meisje, jongen, Ilda. Zo. Deksel er weer op. Zo. Nou, de eerste shot zit erop. Ildo is clear. En we hadden toetjes net al, maar ik ken Doe en Famke die we mooi gaan nou, toch? Ik heb nog een lekker toetje te beppen. Ondertussen wordt het decor wat verzetten. Ik kom hier mooi op stingen te zetten. Oh, daar zit echt een plakje op. Zo. Ik kom hier mooi op stingen te zetten. En dan het setje op achtergrond, dan komt dat toch weer een beetje brom in de beelden. Dus ja, nu maak ik het verske spielje op, Rita. Zij stond nee, dan zeg ik ja. Zij zo, dan zeg ik bah. Lekker puh, het lit me kort. Nou, de eerste zit erop, dus ik zal me even omklaaien. En dan aansen, dan komt Lois direct nog. Ik ga die vooral je in hun gekleurde kleren. En ik geef aan hier bij de Rijnbogenhoeker de tweede clip opnemen. Maar eerst ik even in een tenue. Tenue 2. Nou, justjes roos. Ik film een beetje een clowntje, maar ik denk dat het aan in het geheel bij de Rijnbogenspeel wel heel mooi is. Maar ik denk net dat ik dit vaker rond door dit regenboogpak. Ondertussen is Ilse druk bewaren met hier van de Vrolijen. Lois komt aan, hè? En dan kunnen we beginnen met de shots van mij met de gitaar. En dan aan het Lois er is de trije Vrolijen op het instrument. Ik ga het zien. Koese kniene Lieske, meidje eigen wieske, slaan op het tromme, skortje mij de ries. En dan, nou aan de bandjes in de kleren en dan maak je die nou een muziek, meidje. Ja jongens, alles weer in de golfkarren. Het stiet erop. Zweet op het gebit, het is gelukkig niet waar.
De band zou hun heel best houden. Eeldo hier maar de tweede clipje wel wat haar nocht. Snap ik, ik word de moest van de morgen toe, ik al. Maar ja, van mij hebben we hele mooie beelden zitten. En ik ben heel benijd naar het eindresultaat. Ik ga nog even wat oproemje te doen. Dus dat zie ik eerst maar even bedenken. Eeldo, ik zie je nu. Joe. Oh, daaronder. Hallo. Wat voel je van de clipopnames? Wie het leuk? Ja. Wie wel een beetje lang, hè? Ja. En heet. Ja. Man, wat wie het heet waar. Maar wie mij net zeuren, wie hij hield die trein hoor, dus wie zeur ik net. Maar wie wel een beetje brutsig. Ik mag maar rustig rijden, hè. Als valt alles van de kar, maar weg met haar, hè. Wie zullen op naar huis. Alles even aan de kant. Eeldo even in de rust. Eeldo gaat aan de zwemles. Dus ik zeg even jaren hoe het bij zaken doet. Wat zei je? Net zo hut. Wauw, als valt alles draaien, jong. Zaken bij Rolf Jans en wie jaren hoe dat al hier komt. Nou, en dan zit de dijer alweer op. Jongens, ik zou zeggen, voelst dit nou een leuke vlag? Abonneer je. Zet blauw toek omheen. Even je net het chill op te downloaden van je tablet als telefoon. Want een night shit vlag. Hey, hoi.